Hey allemaal en welkom terug bij Laura Crafts, het kanaal waar ik mijn kennis en reviews deel over designer items, waar ik mijn lifestyle en kledingkast met jullie helemaal update wil houden. Net zoals vandaag, want ik heb een leuke unboxing voor jullie. Dus zijn jullie benieuwd? Klik alvast op de like-knop en druk zeker op de rode abonneerknop hieronder als je van mij geen video's wil missen. En dan gaan we de unboxing tonen. Ik heb een hele spontane, maar echt een geweldige aankoop gedaan op de website van De Bijenkorf. Net voor ik op reis vertrok. En wauw, ik ben zo blij dat ik het gekocht heb. Ik heb de Lily flitsandaal gekocht van het merk Chloe. Echt een van mijn lievelingsmerken op vlak van designer items. I love it. Ze zijn zo uniek, zo speciaal. Qua prijs vallen ze super goed mee. En net zoals nu heb ik hem echt aan een zeer goede deal kunnen kopen. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Let me know in de comments of deze ook jouw stijl gaan zijn of niet. Met wat jij het zou combineren. Misschien heb je ze al. Ik ben benieuwd. Een beetje het grappige aan heel het verhaal is dat ik eigenlijk helemaal niet meer weet waarom ik op zoek was naar schoenen. Ik dacht gewoon waarschijnlijk van ten solde, ik ga snel nog eens kijken. Misschien kan ik nog een goede vangst doen of zo. Ik heb geen idee, ik weet niet meer wat de reden was waarom ik ineens aan het scrollen was op De Bijenkorf. Maar goed, het is nu gebeurd en ik ga ze niet tonen. Dit is nog maar mijn tweede designer aankoop van dit jaar. Dus ik ben echt wel fier op mezelf. Ik ben braaf geweest. Dus let's see what it is. Mijn eerste designer aankoop was mijn Zimmerman short. Waar ik ook echt mega blij over ben. En van dit ook. Ik ben zo blij dat mijn spontane aankopen echt goede aankopen zijn. Deze aankoop stond ook totaal niet op de planning. Want ik heb op verschillende websites, zoals bij MyTheresa, Net-a-Porter, Farfetch, overal mijn wishlists staan met allemaal leuke items. En bij geen enkele wishlist stonden deze sandalen in. Het was echt een spontane keuze. Het was ook echt de eerste keer maar dat ik ze deftig heb bekeken. Dus, oeps. Allereerst, toen ik op De Bijenkorf aan het scrollen was en ik zocht natuurlijk op bij het merk van Chloe zelf, zag ik de Nama sneaker en ik dacht van, wauw, aan die prijs kan ik ze mij echt niet laten. Want de Nama sneaker stond ook nog voor geen 200 euro te koop bij De Bijenkorf. Normaal gezien staan die schoenen al nu voor meer dan 600 euro te koop. Dus echt een groot prijsverschil, maar ze waren natuurlijk, like always, in mijn maat uitverkocht. Want ik heb een maatje 7. En dat is natuurlijk wel populair voor vrouwen. Dus ergens vind ik het ook wel nog altijd jammer. Maar zie, de tijd zal er nog komen dat ik ze nog aan een goede korting ga kunnen aankopen. Ik voel het, het is goede karma. Dit zijn ze. Tadaa! Dit zijn mijn nieuwste paar schoenen in mijn collectie. Dit zijn de Lily flitsandalen van Chloe. Origineel kostte deze 650 euro en ik heb ze, en nu twijfel ik, is het 192 of 195 betaald. Dus ik dacht echt van, ja oké, voor deze prijs kon ik ze me natuurlijk niet laten. Ze waren in mijn maat nog beschikbaar, dus ik zag het als een teken. Nu moet ik wel eerlijk toegeven, wanneer ik ze voor de eerste keer deftig bekeek op de website, was ik niet meteen overtuigd. Ik had zoiets van, Laura, te sportief voor u. Je gaat dat niet kunnen combineren. Je stijl is veel meer klassiek. Maar uiteindelijk bleven ze om toch een bepaalde reden nog de hele avond door mijn hoofd hangen. Want ik heb de website gewoon weggeklikt van De Bijenkorf, omdat ik mij echt had gefocust op die Nama sneaker. En ze kwam daar niet in stok. Ik was voortdurend aan het refreshen. Ik heb nu ook aangemeld om mij iets te laten weten wanneer er terug een 37 zou beschikbaar zijn. Maar mijn mailtje kwam niet en dan ben ik spontaan beginnen kijken naar andere YouTubers, hun designercollectie aan schoenen. En ik had zoiets van, ja, misschien hebben zij nog wel een leuk paar schoenen dat ik kan opzoeken om aan te kopen. Ik weet niet, ik was zo in die mood om iets aan te kopen. En daarna ben ik nog gaan eten bij mijn grootouders en ik ben teruggekomen en ik heb ze mij eigenlijk meteen besteld daarna. Ik kon ze niet laten liggen voor die prijs en uiteindelijk had ik zoiets van, ja weet je, is het mijn stijl niet, ik stuur ze gewoon terug. Maar uiteindelijk heb ik er echt al heel veel plezier aan gehad. Ik heb ze altijd zo eens kort gedragen en nog maar één volledige dag. En ik heb die dag echt mega veel gewandeld en ik zeg het, op het laatste van mijn dag, ik deed ze uit. Ik had totaal geen blaren, nergens pijn.
Dus ik wist wel van ja, oké, een goede aankoop. De schoenen waren besteld op een donderdagavond en zaterdag voormiddag stonden die al voor mijn deur. Dus qua levering kan ik echt niet klagen. Op mijn Instagram story zijn ze al een paar keer tevoorschijn gekomen. Nog niet op mijn TikTok, nog niet op mijn Instagram feed. Maar ik vind wel echt dat deze een aparte post op mijn feed verdienen. Want ik ben er zo blij mee. Ze zijn dus toegekomen in deze doos van Chloe. En elke schoen heeft een aparte dustbag. Ideaal voor als je die wil meenemen op reis. In je valies of je handbagage, dan zijn ze toch wel extra beschermd. Je hebt ze niet enkel in het zwart, je hebt ze ook in het beige en in een meer kleurige versie. En ik snap wel dat sommigen die echt kunnen rocken op kleurrijke outfits. En om eerlijk te zijn, hadden ze in het beige in mijn maat geweest, had ik ze waarschijnlijk wel in het beige gekocht, want mijn kledingkast is zoals je ziet echt licht. Maar uiteindelijk ben ik wel blij ook dat ik ze in het zwart heb besteld, want ik heb wel een aantal zwarte items. En dan spaar ik ze ook wel een beetje langs de ene kant. Ja, uiteraard, ik ben iemand dat mijn stuks echt gebruikt. Dus ik ga er wel uiteraard veel geniet van hebben, maar misschien dat ik ze nog in het beige zou durven aankopen. We will see. Het zijn eigenlijk schoenen zoals vroeger je sportschoenen. Op vlak van de sluiting dan. Dus doe mij echt denken aan de sportschoenen van vroeger. Waarom? Het zit een sticker om je schoen mee open en toe te doen. Dus echt kei gemakkelijk. Je kan die zo gewoon verstellen naar jouw gewenste maat. Dus je hangt ook niet af van een gaatje, want soms vind ik dat wel een betant, want na een lange duur, als je altijd in hetzelfde gaatje prikt, wordt dat gaatje zo lelijk. En bij dit ga je dat dus totaal niet merken. Ik word zo een beetje naar 10 jaar geleden gecatapulteerd als ik terugdenk aan die stickers. En eigenlijk al bij al is het wel vrij handig. Ik vind dat eigenlijk wel leuker dan eigenlijk zo in die gaatjes te steken. Chloe zelf staat super subtiel op de schoen. Die staat hier op dit lintje. Hier in het donker op de sticker en dan in de zool, wat dan niemand gaat zien als je die draagt. Want je voeten komen ervoor en hier achteraan staan ze ook nog eens. Dus daar ben ik ook wel blij om, want ik heb het al zoveel gezegd op mijn kanaal. Maar ik hou er gewoon niets van als logo's in het groot opvallend op mijn kleding staan, op mijn schoenen staan, op mijn designerhandtassen staan. Ik wil het gewoon niet en ik hou er niet van. Dus ik ben heel blij dat deze echt subtiel vermeld staan. De binnenzool bestaat uit kalfsleer. De buitenkant bestaat uit nylon of nylon. Ik weet nooit hoe je dat deftig moet uitspreken. Maar goed, dat is wel positief vind ik. Want van de ene kant zijn ze ook wel nog geschikt om in de herfst te dragen. Wanneer het nog niet super koud is. Maar dan durven er wel meer regendagen tevoorschijn komen. En dat nylon of nylon is wel ideaal tegen de regen. Want bijvoorbeeld, ja, moest je vloer of zo hebben. Zou er misschien al sneller intrekken. Dus ik ben wel blij. Zoals ik daarnet zei, heb ik ze één volledige dag al gedragen en ik heb toen echt een mega klassieke look super casual laten lijken door die schoenen. Ik had een crop top aan en dan ziet het misschien een beetje, maar ik heb nu ook zo een hele wijde broek aan en ik had dat toen ook aan. Dus dat was super klassiek en dan heb ik daar deze sandalen onder gedragen en dat was echt mega casual. En ja, ik hou gewoon echt van die look. Ik vind dat zalig. Ik was ook echt qua kledij, ja, vrij goedkoop gekleed. En dan die schoenen. Ik vind het echt leuk als ik zo één echt duur item kan dragen wat mijn look gewoon afmaakt. Op het eerste zicht kan ik dus niets negatiefs zeggen. Ik ben heel blij dat ik ze heb gekocht. Maar een uitgebreide review zal ik pas kunnen geven wanneer ik ze meer heb gedragen. Misschien in een maand of 2 maanden. Of ja, we gaan wel zien. Maar zoals ik dus al zei, kan ik er nu nog niks negatiefs over zeggen. Wat ik echt nog positief vind aan deze schoen, dat is dat de zool onderaan ook in het zwart is. En dat het witte hier zo wat, ja, stippeltjes op zijn. Waarom? Als je ergens tegen zou botsen of je hebt een krasje erop, gaat dat nooit echt opvallen. Want ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik ben wel kei voorzichtig met al mijn spullen, maar you never know. Ook wat vuil, dat het totaal niet goed opvallen mocht er ooit een plekje of zo op komen dat er niet uitgaat. Qua afwasbaarheid denk ik ook wel dat die echt zalig gaan zijn om te onderhouden. Want er is nergens echt zo'n stof in. Dus ja, ik denk qua onderhoud dat dat ook wel echt gemakkelijke schoenen gaan zijn. Ook hou ik echt van dikke, lompe zolen. Eén, dat maakt het gewoon al comfortabel.
En twee, ik hou van die chunky stijl. Mijn Chloe botten zijn ook met zo'n zool. En ik vind dat zalig. Dat zit gewoon zo goed. Ook nog een pluspunt vind ik dat zo'n model altijd in de mode gaat zijn. Doet dat volgend jaar aan, binnen 2 jaar aan, binnen 3 jaar, 5 jaar. Dat gaat nog altijd in de mode zijn. Dus dat is zeker ook wel een grote plus. €195 is uiteindelijk ook wel wat je durft te betalen in een gewone schoenenwinkel als je toch een paar deftige schoenen wilt. Ik heb al mijn Mephisto's bijvoorbeeld, heb ik ook zoveel betaald. En ik heb die gekocht in 2018 en ik draag die nu nog altijd superveel. Ik vind dat zalige schoenen. Dus je hebt altijd waarde voor je geld. Dat is iets wat mijn grootmoeder altijd zegt. En dat klopt gewoon. Ik ben ervan overtuigd dat ik die binnen 5 jaar nog altijd met superveel plezier ga aan hebben. Dus ja, ik hou gewoon echt van duurzame items. Ik kan er niet tegen als iets goedkoop is. En ik draai dat dan. En na een uur of zo heb ik er al pijn mee. Dan ja, ik heb daar geen plezier aan. Dan vind ik dat weggegooid geld. Dan investeer ik veel liever nu in iets goeds. Waarvan ik gewoon weet van, ja, ik moet mij geen zorgen maken om pijnlijke voeten of zo. Want ja, het zijn gewoon echt schatjes. Zo, dit is mijn eerste indruk over deze Chloe Lily flat sandalen. Ik hoop dat jullie dit een beetje interessant vonden. Is dat zo, klik dan zeker op de like-knop en druk ook op de rode abonneerknop. Dat zou mij een enorm plezier doen. Volgende week, donderdag, ben ik er terug met een nieuwe video. Dus intussen kan je mij volgen op Instagram en op TikTok, waar ik ook heel veel leer over al mijn designer items. En dan zie ik jullie heel graag volgende week terug. Salut!